Mensen die dan helemaal high on life keihard gaan dansen op keiharde muziek, zonder dat ze iets nodig hebben. Uh, dan denk ik wel van, nou, ik zou, ik zou het niet durven, maar ik zou het misschien wel vet vinden. Spuiten en Slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hoi en leuk dat je luistert naar de Spuiten en Slikken podcast. Ik ben Diva en ik ben hier natuurlijk weer met... Roos Hoi. en Ralf. Hoi Ralf. Hoi <laughs> hey. hey, Ralf. Waar gaan we het over hebben? Ja, we gaan het vandaag hebben over uitgaan. Wauw. Hey. Hey. Mijn Waaruit? favoriet. Waaruit, leuke grap Dank alvast. Ja. Maar eerst jongens, hoe gaat het met jullie? Ik, had, ik was laatst uitgegaan en uh, uh, ik heb toen een blauwtje gelopen. En, <gut> want ja, het was echt stom. Want het, ik was met iemand aan het praten en toen had ze deed het over koffie drinken. Toen zei ik, ja oké, okay, leuk, is goed, gaan we doen. Toen zei ik, maar we kunnen ook een biertje drinken. Toen keek ze me zo aan, zei ze, maar ik heb een vriend. En zei, <laughs> ah, jammer. Oké, okay, sorry, ja. maar waarom wilde ze koffie met jou drinken terwijl ze een vriend had? Ah, oh, gezellig. Ik hoef dat niet te proberen hoor. Koffie drinken? Met iemand die je niet kent en die je tegenkomt bij uitgaan. Tenzij het een soort van casting director is. Wil je me filmen? <laughs> Wat, ja, ho hoe ben je in die Friends terechtgekomen? De Friends nee, We Daar hoef je ook niet verder over uit te rijden. Ik ben niet uit geweest. Ik ben heel erg in mijn huis geweest. En dat was echt heel leuk. <laughs> ja, Roos, ga jij ga ooit uit? Ik ga denk ik wel twee keer per maand uit, gemiddeld. Wow, dat had ik echt niet, ik, ik had echt verwacht één keer in het jaar. Helemaal jou. niet. Ja, echt wel. Hoezo? Omdat je altijd thuis aan het knutselen bent. Nee, maar je hoeft niet drie dagen uit te gaan. Doe gewoon en en. En jij, Diva? Um, nou, ik ga ook niet zo vaak uit eigenlijk. Ik, uh, toen ik single was, wel bijna elke week. Toen waren al mijn vriendinnen ook single. Wow. En um, hmm. ja, maar het is ook gewoon, nu vind ik het ook gewoon leuker om thuis te blijven. Nou ja, eigenlijk niet. Dat vertel ik mezelf. Ik heb heel <laughs> veel zin om weer uit te gaan. Ja? Waar wacht cool. je dan op? <laughs> op een leuk feestje. Die zijn er genoeg. Nou nee, dat is een beetje het ding. Ik hou een beetje vast aan bepaalde uh, genres. Ja. Hebben jullie dat niet? Ja, uh, um, ik hou denk ik wel best wel vast aan genres. Alleen er is genoeg van dat. Ja, Anders toch? Wat, waar praten we over dan? Maar waar zoek jij naar feesten? Ja, ik hou gewoon echt van feesten waar ik met, me, met mijn kont kan schudden. <laughs> maar die zijn me... er. Alleen niet waar jij woont. Ik woon in de buurt van Nijmegen. Dus dan kijk ik eigenlijk alleen maar bij Doornroosje of bij Luxor in Arnhem. En daar is één keer in de maand of zo, één keer in de twee maanden. Oh, dat is best veel. Een leuk feestje. Ja. En maar wat, maar welk, over welk genre praten we dan? Waar gaan jullie heen? Ik... Moet we raden van elkaar. Oh ja, oké. Okay. Nou, ik... die van jou weet ik al. Nee, doe, doe even alsof je het niet weet. Oké, okay. uh, Afro. <laughs> <laughs> ja, oké, okay, we weten het al een beetje van elkaar. Ja, ik weet het niet van jou hoor, Ja, Roos. Oh. Ralf, waar denk je dat ik heen ga? Ik zie jou wel als een soort trans persoon. Oh, ik dacht een trans persoon. Nee, niet trans, <laughs> maar trans. Weet je wat het is? Dat klinkt altijd heel leuk en intrigerend. En als ik daar ben, dan snap ik niet echt wat er gebeurt. Denk ik. Wat dan? Dan heb ik iets meer nodig. Soms is dat een beetje rustig. Ik ga meestal naar techno denk ik, of uh, in ieder geval elektronisch. Oh, ja. Of, of oh, ik spreek geen muziek. Dit is een probleem, jongens. Ik snap niet hoe dat allemaal heet. <laughs> ik, ik, ben daar niet zo goed in. Maar volgens mij heet het indie pop of zo. Grawang bing. Alles je een uh... beetje na oh, hoe ja. het klinkt. <tog> En dan ook als het dan zo blij wordt, zo. Okay. Bijvoorbeeld Polo en Pan vind ik ook heel leuk. Laat Vrolijk. in de comments weten welk muziekgenre Roos bedoelt. Ja, ja en welk <laughs> nummers ze net nadenken. <laughs> Ralf, ik denk dat jij gaat naar een beetje, een beetje, ja, kroegen, maar dan top 40. Maar, ja, maar ook, ook wel een beetje techno. Ik zie hem niet als top 40. Ja. Is er van een uit? Nee, leuk vraag. Ah, je komt uit Amsterdam hè? niet. Ja. Ja, of je houdt echt dan van die Andre Hazes, Hollandse muziek. Maar dat zie ik ook weer niet. Wel na drie uur, denk ik. Ik denk maakt niet uit als het maar hip is. Nee, waar ga je heen? Uh, ik hou wel van, van echt een beetje knallen. Dus ook wel echt techno en, uh, en beuken. Dat vind ik heerlijk heerlijk. <laughs> uh, maar ik hou ook wel van afro of hiphop of. Uh, oh. Een beetje Caribbean vind ik ook nice. Eit. En uh, Brazilian funk. Dat is zeg maar mijn hele ding. Ja. Yeah. Ja. Wacht wel, hoe gaat dat precies? Oh, ik snap wel precies wat je bedoelt. <laughs> ja. Oh, ik snap <laughs> <hums> <Ja>. <hums> wow, wat je wel. Wacht. Ja! Ja! Hallo, dan is kom eens, kom eens. Daar ben ik zo. Zo daar, Kerry, dat is een beetje een mix van elektronisch <laughs> en. Lijp met je willen schudden. Ik denk dat we sowieso een keer met z'n drieën kont los moeten gooien. Ja. En dan gaan we samen uit. En dan mag Diva als eerst kiezen. Ja, gewoon elke keer elkaar weer meenemen naar iets. Wow. Weet je, weet je waar ik de dus stiekem welke keer heen wil gaan? Nou. Maar dat vind ik ook doodeng. Oh. Uh, ik, ik, had, ik had een keer voor zijn een item gemaakt over Ecstatic Dance. Oh, dat heb ik Kenen gezien bij de vr ja. show Heb je dat gedaan? Nou, nee, we, we waren toen kijken. Maar kijk, oké, okay, er, er is een enorm stigma op dat het oud en kut en weet ik veel is. Maar, maar en, en ja, het kan soms ook wel een beetje vreemd zijn. Ik ben er nog nooit heen geweest hoor zelf. Maar als ik dat zo zie. En dan mensen die dan helemaal high on live keihard gaan dansen op keiharde muziek, zonder dat ze iets nodig hebben, uh, dan denk ik wel van nou, ik zou, ik zou het niet durven. Maar ik zou het misschien wel vet vinden. Ja, dat is toch mooi. Snap je? Ik vind wel dat je mee moet doen als je gaat kijken naar mensen die externe. Nee, dan moet doen. je. Ja, als, als je gaat, moet je meedoen. Maar dat deed jij niet. Nee, want ik was een item maken. Wat deed je dan? Uh, gewoon uh, redactie. <laughs> ja, want Baksteen, voor de mensen die, oh, die ja, weten, ja. dat is een platform van de Binevara Academy, dus oh, het ja, opleidingstraject dat, dat wij hebben gedaan. Ja. Ja. En je was mee als degene die de inhoud checkte. Dus ja. Iemand anders ging externe dansen. Heel goed dat je het zegt. Oh, ja. ja. En, en ik ben toen best wel geïnteresseerd geraakt. Maar ik, uh, ik durf niet. Ik <laughs> maar, wil wel doen. Maar wat vind je het zo interessant aan dan? Nou, het gewoon. En je had het vorige keer ook over gehad. Het helemaal kunnen laten gaan van alle sociale controle en normen. Uh, zonder iets te gebruiken. vind ik dus best wel vet. Want ik heb dus eigenlijk altijd wel bijvoorbeeld drank nodig. om me ja, ja, ja. dan comfortabel te voelen. Um, en. en om dat dus dan helemaal niet te gaan doen en helemaal uit je plaat te gaan, vind ik best vet. Ja, ik vind ja. Het cool als je dat kan. Vind ik ook cool. Ja. Maar ik het, wil het proberen. Het werkt dus omdat iedereen daar is met diezelfde instelling. Ja, ze hebben gewoon scheid. Zoals elke week hebben we natuurlijk weer drie stellingen. En de eerste is als volgt: Ik kan niet leven zonder uitgaan of feesten. Zijn jullie het daarmee eens of niet? Oeh. Ik ben het daar persoonlijk ik ben het er wel echt mee eens. Ja. Ik vind het zo leuk. En ik heb, het, ik heb het ook echt voor mijn gevoel wel nodig om na een week serieus doen. Ja. Of nou ja, ja, gewoon tamelijk serieus doen. Uh, op de vrijdag uh, alles laten gaan en weer allemaal vrienden te zien en leuke ja. dingen te doen. Ja. Ik, als ik een weekend dat niet doe, dan kom ik echt uh, wel gespannen maandag weer terug op werk. Ja? Ik zweer het. Elk weekend? Elk weekend, ja. Maar soms is, twee keer. Het is ook wel goed dat je dat van jezelf weet. Want ik heb bijvoorbeeld heel vaak dat ik dan een hele serieuze drukke week heb gehad en dan zeg ik een beetje tegen mezelf van oké okay, dan moet je het weekend gebruiken om bij te komen en tot jezelf te komen en ik ben nu een beetje aan het ontdekken van hoe doe ik dat is dat dan om mezelf af te zonder op mijn kamer of juist wat jij zegt door uit te gaan om het dan helemaal los te kunnen laten. Ja het is moeilijk hoor want je kan het ook echt te veel doen. Ja dus precies. Ja, er zit een, het is een dunne lijn want je kan ja. ook helemaal gesloopt weer maandag op werk aankomen. Maar ik heb vooral, denk ik bij mezelf, als ik in mijn hoofd zit een week of zo, of ik ben gespannen, kan het mij heel erg helpen om, uh, om een avond uit te gaan en gewoon dom te doen. Ja, snap ik. Uh, en dan uh, zet je hoofd uit en dan kan je daarna weer gewoon fris naar, uh, naar werk toe. Dat is het wel echt, hè, dat je dom kan doen. Ja. Ik heb het ook wel, uh, ben het wel eens met de stelling. Het komt omdat het voor mijn gevoel s'nachts en in de club hele andere spelregels gelden dan overdag. En dat miste ik ook tijdens corona, dat ik dacht van oké, okay, maar wanneer kunnen we nu gek doen? Uh, bijvoorbeeld laatst was ik in een club en toen had ik allemaal plaktatoes meegenomen. En toen ging ik dat zo opdoen, omdat ik gewoon nog even moest wachten tot ik energie had om te dansen. En toen kwamen er allemaal mensen om me af. Wow, wat is dat? Mag ik meedoen? En dan ging je gewoon erbij zitten. Dat doe je niet zo snel in de bagels en beans of vier uur uh. middags. Ja, dat, ja dat, doe, dat kun je wel doen, maar dan word je inderdaad aangestart als de gekkie. Precies, ja. en ja. daar doe ik het helemaal niet voor. Ik, wil het gewoon, ik heb er gewoon echt zin om te doen en op avontuur te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten. En dat iedereen gewoon sneller met elkaar verbindt. Ja. Dat je er nog gekker uit mag zien, mag natuurlijk ook overdag. Maar s'nachts wordt het nog meer geaccepteerd. En jij, Diva? Uh, ja, ik ben het er ook mee eens. Uh, vooral omdat ik dat wel echt een van de leukste dingen vind. Gewoon uitgaan met vrienden. En uh, ja, ik merk dan ook dat ik soms dan te streng ben voor mezelf. En, en het dus dan niet toe. En dat ik op lange termijn dan wel ongelukkiger ben dan wanneer ik het wel gewoon doe. En waarom doe je het dan niet? Uh, ja, omdat ik denk dat, dat ik niet tegen die prikkels kan en dat soort dingen. Mm. Terwijl het eigenlijk precies is wat jij zegt: van juist goed om dat soms even gewoon helemaal los te laten. En, uh, it, en ook weer wat Roos zegt. Het lijkt alsof je jezelf soort van kan veroorloven om net iets gekker en raarder te doen. En dat het juist bedoeld is om controle los te laten. Ja. Hoe was dat dan voor jullie? Want Roos, jij had het net nog een beetje over die coronatijd. Had jij toen het voorbij was ook last van, dat noemen ze heel mooi, knaldrang? Dus zeg maar dat je echt behoefte voelt om al die gemiste feesten mm. en indrukken in te halen. Nou ik had dat heel erg verwacht omdat ik tijdens het wel heel erg kriebelde. En dan had je weer huisfeestjes, maar er was weer één iemand positief getest en dan kon het niet doorgaan. Ja. En dan zat je. Van... Maar toen was het over en toen was ik eigenlijk heel onsociaal geworden. Oh. <laughs> ik had één keer midden in corona had ik een soort arrangement geboekt in een hotel met een diner. En um, we mochten toen al heel lang niks meer doen. En toen gingen we uit eten en ik klapte helemaal dicht. Ik wist niet hoe ik met mensen moest communiceren. Ja, het klinkt overdreven, maar dat voelde toen echt even zo. En dat had ik daarna ook echt een tijd dat ik uitging en ineens heel erg voelde hoe iedereen tegen me aanliep. Weet je wel, zoals je normaal naar voor loopt. Ja. Of ja, ik kon er helemaal niet meer zo goed mee omgaan. Je moest er gewoon echt weer even aan wennen. En iedereen was zoveel meer op zichzelf gesteld. Ja. Merkten jullie dat ook? Nou, ik had het bijvoorbeeld wel um, als je weer naar een festival ging. Dat ik toen, oh ja. Niet dat ik per se naar het festival ging. Omdat ik dacht: dit moet ik, dit moet ik inhalen. Maar dat was ik anders ook gewoon gegaan. Maar ik merkte wel toen ook um, dat het echt zoveel was. Dat ik één keer echt. Oh, van, Wauw, wat fuck. Er zijn zoveel mensen. En me echt overdonderd voelde. En dat heb ik normaal ook wel. Maar juist omdat het toen weer zo lang geleden was. was het echt veel erger. Ja, dat is ook niet gek eigenlijk. Je ziet zo lang: mag je ineens mensen een knuffel geven. Of je huisgenoten zien en ineens sta je met honderdduizend mensen op een plek, ja, ja. En... Want is dat nu een beetje bij jullie overgegaan, ja, ja. jullie kunnen nu <laughs> weer gewoon uh, ja. goed feesten, ja, dat is gewoon weer een tijd wennen, ja. maar ja, dus Roos en ik hadden dus eigenlijk dat we dat wel wilden, maar eigenlijk gewoon ja, niet op konden brengen. Gelijk, oh ja, hoe was dat voor jou? Uh, ik vind veel prikkels, juist heel fijn. Daar word ik oh. zelf rustig van oh, ja. als alles om me heen helemaal gek is, dan kan ik, uh, als je daar dan tussen gaat staan, dan kan je gewoon je hoofd uitzetten. Dus oh. ik vond het heel lekker om weer oh. tussen heel veel mensen te staan en uh, ja, gewoon uh, anoniem chillen noem ik dat wel. <laughs> dat oh, betekent nice. dat je gewoon met heel veel mensen in één ruimte staat, maar niemand lijkt echt op elkaar te letten of niemand lijkt op jou te letten. Ja. Dan kan je weer even ontspannen, toch? Dan zit je weer tussen de, tussen de mensen. Dat is wel waar, hoe groter het feest, hoe minder. Eigenlijk mensen met je bezig zijn. Ja, heerlijk. Maar hebben jullie um, bijvoorbeeld dan nu, nu je wat meer gewend bent aan die feesten, dat je ook FOMO hebt als je een leuk feestje mist? Oeh. Of dat je juist geen afstand meer durft te nemen? Ja, dat je het gewoon niet durft te missen en daardoor ook een beetje over je eigen grenzen heen gaat. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat heel veel jongeren feesten boven studeren verkiezen. En daardoor juist heel vermoeid in colleges komen of op hun werk. Duh. En moeilijk kunnen <laughs> concentreren. Dat heeft allemaal met de FOMO te maken. Het is niet eens dus per se dat het uh, altijd een goed feestje is. maar Ik heb denk ik wel af en toe FOMO. Ja? Ja, dan denk ik gewoon, ja, op zich wil ik wel gewoon in bed rotten. Maar iedereen gaat nu die kant op. En wat als dit nu het allerleukste feestje wordt? En dan gaat nog altijd over gepraat worden, toch? En dan achteraf is het zo... Maar soms heb ik ook JOMO. Wat is dat? Nee. Oh, okay. oh, ik kan hem al invullen. Joy, Joy of missing out. Dan zit ik thuis en dan zijn mensen naar zo'n feest. En dan, dat had ik laatst met ADE in de regen, ging iedereen daarheen. En toen zat ik thuis dacht ik, wauw, dit is zo chill. Ik zit thuis. Ja. En jij, Rolf? Uh, ja, ik heb daar wel echt veel last van, van, Ge van gehad. Ook oh. echt, maar ook nu wel. Ja, ik word helemaal... Onrustig daarvan waar wordt die FOMO dan door veroorzaakt? Is dat door foto's die je op social media ziet of in een groep ja, of hoe gewoon gebeurt dat? Door mijn domme, domme hoofd die dus <laughs> altijd denkt: je moet alles altijd uit het leven halen en uh, dit wordt de leukste avond en jij bent er niet bij <laughs> ja, die, ja, die gedachte en en dat dat daar word ik zo onrustig van, dus op een gegeven moment. Uh, ik heb ook toen een beetje Instagram verwijderd. Onder andere voor die reden. van... Ik wilde gewoon niet meer zien wat er overal gebeurde. Oh, wow. dus, en dat, nu heb ik dat verwijderd. En dat helpt zo erg. Want ik zie gewoon niet meer wat voor feesten er zijn of wat er gebeurt. En ik vind FOMO ook een hele uh, zielige emotie. Want het, het is een soort mix tussen zelfmedelijden en jaloezie. Van zij hebben iets wat ik niet heb. Ja. Zij zijn nu iets aan het doen wat ik niet kan. Ja. En ik vind dat zo'n nare. Uh, ik vind het zo naar gevoel. Uh, dus, dus ja, ik ben er echt wel mee bezig geweest. Ja, maar wel, ik vind het best wel extreem dat je om dat te vermijden, ook gewoon heel je social media verwijdert. Ja, maar ik zou het iedereen aanraden. Ralf heeft trouwens wel Instagram hoor, maar het staat op mijn werktelefoon. <laughs> en mocht je hem nou een lekker snapje ja. vinden, sluit gewoon in die DM. Ja, wie, weet, ja, ja, ja. wie weet loopt hij een blauwtje bij je. Ja, precies, ja. Hebben jullie het al geskipt en gewoon gezegd van... Yo, ik ben ziek. Maar eigenlijk word je gewoon brak. Of had je een extra <laughs> festivaldagje dat je mee wilde pakken? Oh. Ik, ik was meer brak in mijn studententijd. En dan had je colleges die vaak niet verplicht waren. En ik weet nog één keer, er was het na een groot feest. Toen zaten we met allemaal studenten in een collegezaal. En toen zei die docent aan het begin... Dit college is trouwens niet verplicht en het was zo sneeuw, want een hart ja. van die mensen Die liepen zo die zaal uit. En die docent zat er helemaal verloren bij. Dat is ja, zo kut. Wow. <laughs> Moet je nooit zeggen. Dat kan je niet zeggen. <laughs> ja. Oké, okay, leuk jongens. Door naar de volgende stelling: Uitgaan is alleen leuk als je single bent. Oeh, dat is wel een ding, hè? Nou, ik heb persoonlijk, wat ik net al zei, dat ik er gewoon minder behoefte aan heb. Omdat ik avondjes met mijn vriend alleen dan verkiezen boven uitgaan. Maar aan de andere kant, uitgaan vind ik ook heel leuk met mijn vriend. Maar ja, dat is ook gezellig, toch? Ja. Het is wel anders. Wat maakt dit anders? Nou, uh, ik weet niet. Single uitgaan heeft altijd wel een soort uh, uh, speciaal. Randje, toch? Een iets een, een spannend randje bedoel ik? Ja. Ja. Toch, van je weet nooit wat er gaat gebeuren ja. of waar je <laughs> eindigt. En, eh, en met een vriendin, uh, dan, dan wordt het allemaal iets rustiger, of zo. Dan is het gewoon het feest en je weet al wat er gebeurt. En je neemt ook genoegen met naar huis gaan. Want het is gewoon, ja, dan kunnen we lekker uh, uh, in bed gaan liggen. Uh, maar dat, dat spannende, dat, dat is altijd wel leuk. kan het ook echt verzieken. Je kan ook zo helemaal dan zo je hele avond laten leiden om dan, om dan iemand mee naar huis te nemen of zo. Ja, want dat vroeg ik me af. Ga je dan gewoon vaker uit om iemand te fixen en niet per se om het echt leuk te hebben? Dat hebben vriendinnen van mij wel. Want precies Ralph, wat jij zegt is juist waarom ik het soms minder leuk vind om met single mensen uit te gaan. Ja. Ja. Omdat ik heb eens gehad dat ik op een festival was of op een feestje... en dat echt drie vriendinnen echt op zoek waren. Maar echt zo van... Ja, 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 ja <laughs> echt hongerig, hè? Ja. En dat je er gewoon bijna <laughs> niet meer samen kan dansen. En dan op een gegeven moment is diegene ook gewoon de rest van de avond weg. Ja, oprecht. En ja. als dat dan de hele tijd met iedereen gebeurt, dan is het juist wat minder leuk. Het is, het is denk ik leuker als je op één lijn zit met de groep. Ja. Omdat je dan of samen kan jagen of samen... Kan dansen. Ja, maar ja, het, het worden een soort dieren, toch? Ja. echt zo. Van, oe, en iedereen is heet aan het sniperen en aan, aan, echt aan het jagen. En dat, dat zorgt ook wel voor een hele, soms wel voor een soort zweer, grimmige sfeer. Zo. Want je bent ja. met elkaar, maar eigenlijk totaal niet met elkaar. Ja. Je bent dus gewoon met iedereen anders bezig. Maar vinden jullie dat, zeg maar, een van de dingen die uitgaan, wel echt leuker maakt dat jagen? Nou, ik vind het jagen eigenlijk nooit leuk. Nee. nee? Het jagen is echt die stand dat je moet of zo Dat je honger hebt. En je... Maar het is wel een leuke spanning ervan. Van, oeh, ga ik met iemand zoenen? Ja. Dat, je, dat, dat een blik iets kan betekenen of niet. Dat ja. vind ik wel een leuk aspect eraan. Okay. Maar, en ga jij met je vriend uitdieven? Nou, ik heb hem dus ontmoet tijdens uitgaan. Oh ja? En, ja, hij kon heel goed dansen. Maar ik merk wel, <laughs> ik ben best wel jaloers. <laughs> Dus nu, als we samen uitgaan, dan ben ik alleen maar bezig met welke bitch kijkt naar hem. <laughs> ja, echt? Hebben jullie dat allebei? Ja. Oh, ja dat, dat kan niet goed bitter. gaan. Dat kan niet leuk zijn. Maar is dat niet juist ook een. Ik vind dat een compliment toch, als iemand naar je vriend zou kijken: van ja, hij ziet er goed uit. Ja, nee, dat zie ik nog niet zo. Oké. Okay. <laughs> nou ja, dit is toch, en, ja, en ik ga met hem naar, mee naar huis. Ja, dat is ook wel leuk om het inderdaad zo te bekijken. Iets om te leren. De laatste stelling. Ik voel me altijd veilig tijdens uitgaan. Oeh, Ralf. Ik ben oh. benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, ik denk ik wel een stuk meer dan jullie. Ik denk dat je... Ja, maar los van ons. Ja. Gewoon echt jij. Oh ja, ik, ik voel me echt altijd helemaal veilig ja? bij het uitgaan. Heeft ja. niemand ooit je kontje gepakt of zo? Ja, maar lekker toch? Ja, ja oké. Okay. Nee, maar precies, niet nee. op een vervelende manier. Uh, <laughs> Dit nee, is niet waar we heen ik wilden. Uh, nee, ik, ik word nooit zo, uh, zo lastig gevallen. Nee. Ook niet met geweld? Dus zeg maar jongens die wat agressiever doen onder elkaar? Ik ben denk ik best goed in dat vermijden. Oké. Okay. Denk ik. Ik heb daar echt geen zin in. Of ben jij onveilig als jij de enige bent die het niet meer? <laughs> am I the problem? Nou, dat... Is everyone crazy or am I crazy? Nou, dat is dus echt wel iets om je af te vragen, want, <laughs> well, inderdaad. want best veel vrouwen die voelen zich dan onveilig of, of uh, Nou ja. Ben jij dan misschien zo iemand die dat onbewust kan doen? Ik weet ja. het niet. Nou, het is altijd een goede om bij jezelf te checken, denk ik. Ja. Ik heb wel eens van vrienden gehoord dat ze dan in een grote groep jongens zitten en dat ze dan gingen vragen: heb jij ooit iets gedaan en dat iedereen nee zei. En toen dachten ze van hm, maar wacht, er moet toch iemand. Ja. Dus ja, het is altijd <laughs> goed bij jezelf te checken, maar bij mij de ook. Maar... En um, hoe, hoe ervaar jij dat, Roos? Voel jij je altijd veilig tijdens uitgaan? Ik moet zeggen dat ik vroeger veel meer naar uh, kroegen ging in mijn studententijd. Of. of naar wat grotere clubs en nu ga ik wat meer naar technofeesten waar ja. vaak de regel is dat je telefoon wordt afgeplakt, je mag echt geen foto's maken en er zijn awareness teams. voor mijn gevoel is het daar allemaal een stuk veiliger. ik heb daar eigenlijk bijna geen probleem ervaren, eh, terwijl op andere plekken heb ik best wel, kan ik er echt best wel last van hebben. Um, Juist naar een beetje die reggaetonfeesten waar ik heen ben gegaan, yeah. waar jij toch vaker heen gaat. Yeah. Ik had daar eigenlijk wel vaak dat je zoveel bekeken aangekregen En dat je dan yeah. echt vier keer zei van nee, dankje of weg. Beetje, en alsnog bleef ze het proberen. Yeah. Dat is dan één voorbeeld. Maar vooral eigenlijk bijna in elke kroeg wel gebeurt er wel iets. Maar ik heb ook het gevoel dat je er gewend aan raakt. Maar, maar hoe voel jij dat? Um, ja, ik, ik voel me dus ook niet altijd veilig tijdens uitgaan. Of, nou ja, het ligt er heel erg aan met wie ik ben um, en uh, hoe de sfeer is en zo. Maar ik heb wel vaak, als ik me niet heel veilig voel of er gebeurt iets, ik ben wel altijd met mijn vriendinnen. Dus dan sta je wel samen sterk. Wat is een, wat is een onveilig gevoel voor jullie? Waar komt dat door? Ja, goede vraag. Ik denk vaak dat uh, kijken of proberen voor mij niet erg is. Want dan denk ik, ja, hoe, hoe moet je anders iets proberen mm -hmm. of iemand versieren? Maar ik denk als je uh, een hand krijgt meteen op een intieme plek, dat is eigenlijk niet oké. Okay. En als je tegen iemand zegt van nee, dankje. Of je gebaart of je duwt iemand weg van uh, nee, dat hoef ik niet. En diegene blijft maar terugkomen. Dat heb ik echt vaak gehad. Dat mensen maar gewoon in de buurt blijven staan, soms ga je dan met een meisje zoenen of zo. Dat was een beetje vroeger, toch? Oh ja. Zo van ik ben lesbisch. Maar nee, dat kan echt niet eigenlijk. Maar nou, Als dat jouw manier, manier daarvoor was, om te laten merken van yo, ik ben niet beschikbaar. Eén keer zei ik dat een vriendin. die werd de hele tijd lastiggevallen door iemand. en toen zei ik. ze heeft een hakenkruis op de rug. om hem af te schrikken. Ja, je verzint de gekste wow. dingen. Maar hij was er niet door afgeschrokken. Hij vond het wel vet. Oh. <laughs> wow. Oh, dan weet je echt dat je verkeerd zit. <laughs> uh, ja, uit uh, recent onderzoek blijkt ook dat 42% van de vrouwen tijdens uitgaan te maken heeft met betasting, aanranding of geweld. 42? 42% van de vrouwen krijgt dus te maken met seksuele intimidatie. Dat vind ik nog best weinig. Tijdens uitgaan. Ja. Ik had echt veel meer verwacht. Ik dacht dat het echt 80% was. Ja, maar weet je wat het erge is? Dat de meeste zeggen, komt uit hetzelfde onderzoek, dat ze het beschouwen als iets wat erbij hoort. Mm, ja. Dus wat jij net eigenlijk ook al vertelde. Ja. Dat het soort van... Wordt genormaliseerd. Geno dat eigenlijk helemaal niet is. Want jij gaat echt tot in de extreme, als in een andere meid zoenen. of <laughs> gekke dingen over een vriendin verzinnen. zodat die persoon maar weggaat. En dan daarna doe je er lacherig over. Terwijl eigenlijk is het helemaal niet grappig. Nee, dat is echt fokt op. Maar en, en, het moeilijke is denk ik dat. ten eerste dat er alcohol of drugs in het spel zijn. Dus dat, dat mannen minder snel signalen opvangen. Ik, ik zeg mannen, want het zijn denk Ook ik altijd mannen. zonder alcohol en drugs. <laughs> Oké, okay, ja, maar dat maakt het moeilijker, denk ik. Ja, ja, ja. En, uh, en dus dat hele spel van flirten is vaak non-verbaal. Uh, ja. En, en dat, dat is altijd een beetje die spanning van wel of niet. En uh, als, als je als man dus die signalen compleet verkeerd opvangt, dan kan je gewoon, ja, dan kan je gewoon domme dingen doen. En ik, ik praat niet goed, hoor. Van, ja, je bent nog steeds sukkel als je dit doet. Maar uh, ik denk dat dat het wel een beetje kan verklaren, want het is een beetje dat spel tussen van wat, wat kan wel, wat kan niet, wat is riskant en wat is niet. Ja, maar aan de andere kant, heel vaak geef je ook gewoon totaal geen signaal af van, yo, ik zei naar jou van raak me aan of doe dit of dat en gebeurt het gewoon. Maar ik snap wel wat Ralph ja. zegt, omdat. Um, Soms heb ik ook vriendinnen die dan een beetje boos worden van hij kijkt naar me of hij sprak me aan. En dan denk ik van er moet toch ergens wel een ruimte zijn om iemand misschien te kunnen aanspreken. Want wat nou als je iemand ja. wil versieren die je tegenkomt, dan, dan moet je toch ja, iemand maar aanspreken. Aanspreken is ook niet meer dan normaal. Ik ga bijvoorbeeld alleen maar naar die feestjes. Ja. En dan draag ik ook een lage broek en een sexy shirtje. Omdat ik het gewoon. Ik voel me gewoon fijner als ik daarin dans. En ik vind het leuk. Maar. Het is lastig omdat ik niet uitstraal van... Ik heb dit aan zodat jij mij kan betasten. Ik heb dit aan omdat ik het leuk vind om daarin uit te gaan. En ik blijf ook altijd in mijn eigen bubbel. En toch vind ik het dan lastig dat mannen dat soms zien. Van, oh, zij, zij kleedt zich wat bloter. Ze zou wel een sletje zijn die ik, die ik op de kont mag slaan. Of... Gebeurt dat er? Ja, ja, zeker. En dan zeg ik gewoon van, joh gast, wat doe je? En dan dan schrikken ze soms ook wel een beetje, maar soms zijn ze dan ook beledigd. Hm. Ja, en en echt als iemand je op je billen slaat, dat kan je niet. Dat is niet onhandig of zo. Dat is echt nee. een bewuste handeling die je ja. doet. Van ja, dat dat kan gewoon niet. En uh, ja, Roos, jij had het net bijvoorbeeld al over wat je dan doet om iemand echt soort van duidelijk te maken van, joh, wij zijn niet beschikbaar. Um, zijn er nog meer dingen die iets normaler zijn? Nee, dat waren echt kan... uitzonderingen, hoor. Ja. Wat ik meestal doe, is... Dan kijk ik gewoon iemand... Dan neem ik een soort van... Wat doe ik eigenlijk? Even, wacht. Even terug naar dit moment. Nee, wat ik doe, ik, ik kijk iemand gewoon aan. En ik stop heel even met dansen. En vaak schrik ze daar al van. Vaak is dat al een signaal. En dan zeg ik gewoon... Uh, nee, dankje. je. Oh. Ja, dat is wel heel lief. Maar als iemand echt iets leugens doet, dan... Kijk, ik denk ik een beetje geschrokken. En dan ruil ik meestal met vrienden. Meestal ben ik wel met mannelijke vrienden. En dan zeg ik tegen die andere van hij doet vervelend. Okay. Dus dan ruil ik. Maar ik denk dat dat in een schrikmoment is. En als iemand nog niet iets heel verkeerds doet, dan zeg ik het gewoon letterlijk. Omdat ik het vroeger probeerde met signalen. En dat ja. gaat inderdaad verloren. Dus ik denk, je moet het gewoon meteen helder zeggen. En als je dat niet lukt uit schrik, gewoon wisselen met vrienden of weggaan. Ja. Heb jij dat wel eens meegemaakt, Ralf? Dat je bijvoorbeeld... Wat ik ook wel eens hoor is jongens die dan inspringen van uh, ga je meeschat, die dan doen alsof ze jouw vriendin zijn, om zeg maar iemand te lozen. Oh. Heb je dat soort dingen wel eens meegemaakt? Nee, maar wel dat je ertussen gaat staan of zo. Dan, dan kan je er in ieder geval fysiek niet meer bij. Maar, ja, 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 maar Santaneel, nee. Maar um, ja, wat ik graag wil zeggen is: als je het zelf niet in je hebt om voor jezelf op te komen op zo'n moment, um, zorg gewoon van tevoren dat je met vriendinnen afspreekt van yo. Als je iets ziet, please help me. Of uh, als je vriendinnen niet in de buurt zijn. Er zijn niet voor niks uitsmijters in een club. Volgens mij vinden die het niet meer dan leuk om iemand <laughs> eruit te gooien. <laughs> ja. Dus um, ja, als zoiets gebeurt, je hoeft niet direct die persoon aan te vallen. Maar je kan ook gewoon zeggen tegen de uitsmijter, van, Yo, hij uh, greep naar mijn tiet en dan uh, gooit hij hem over de schouder en dan heb je er geen last meer van. Ja. Ja. Dus het is niet jouw schuld omdat jij een uh, geldtopje aan wilt trekken die avond. Nee, soms kan je gewoon bevriezen en dan is iemand al weg. Precies. Comment van de week. En we hebben deze week een hele leuke comment over Roos. Oh. <laughs> oh jee. Het is toch logisch dat je met zo'n NPC met een bladblazer in je mel niet kan draaien. <laughs> wat, een wat een Zaike video. Ik ben geunsubscribed. Maar dan wel nog steeds verliefd op Roos. <laughs> <laughs> zo wat een emotie allemaal ja. in. Een rollercoaster. He. Een, een NPC, dat, is uh, dat zijn die karakters in games die geen hoofdrol hebben, maar er wel gewoon als omgeving zijn. Dus je hebt ook allemaal trends dat, je, dat mensen zo kunnen bewegen als zo'n NPC. Weet je, zo, oh, zo. ik weet wel. Nee, ja, nee, dat nee, heb nee, ik nee, gezien. Ik nee, weet nee. wel wat het is. Ja, dat is eigenlijk heel kut. Het <laughs> was een comment onder: klopt er wel of niet dan? Dat is een, uh, een beetje een gekke serie waarin ik productbeloftes uittest. En dit product had gewoon zo'n specifieke belofte. Het was een joint roller, en er stond op. Uh, kan zelfs op een winderige dag en je arm in het gips nog een strakke joint draaien. En toen dacht ik gewoon, ja, maar dit ga ik dan to the max uittesten. Maar dat is natuurlijk wel gewoon een beetje een grapje. Maar wel leuk dat hij geunsubscribed is, maar nog wel verliefd. <laughs> Ze blijven altijd een beetje verliefd. Wegen en wikken. Yes! En dan zijn we alweer aan het einde van onze podcast aangekomen, maar niet voordat we weer een wikken en wegen hebben. Oké. Okay. En die is als volgt. Als je uitgaat, kijken je eigen ouders mee via een livestream. Of ontbijten met de ouders van je One Night Stand. Oh. Oh sowieso ontbijten met de ouders van je One Night Stand. Echt? Ik vind dat echt heel leuk. <laughs> <laughs> Groot is de enige hele wereld die dat leuk vindt. Lijkt me gewoon leuk. Gewoon nieuwe mensen. Ik vind. Ja. Ja, op zich is dat wel komisch, toch? Dat, ja? ja, ik denk eigenlijk dat het ook wel leuk is. Maar dat is gewoon chill, omdat je hoeft ze daarna ook denk ik nooit meer te zien. En dan is het niet heel <laughs> erg als het awkward wordt, maar misschien komen er wel hele leuke gesprekken uit. Oh. En dan moet je zeggen, raad wie ik ben. En dan zeg je schoolkennis, ik heb het met je zoon gedaan. <lacht> of <lacht> Lijkt me top. Jij, die van? Um, nee, ja. Ik, ho ik hoef deze niet te antwoorden, want ik stel de. Ik doe de stelling. Ja, is dat zo? Is dat ja, daar... vanaf deze week is dat zo. Oké, okay, nee, goed, dan onthoud <laughs> ik dat. Ja. Uh, en jij, Roos? Ik sluit me aan bij Roos. Ja. Ja, lijkt jullie dat echt zo grappig? Ja, wat mijn, ja dat mijn ouders toekijken. Vind ik eigenlijk ook niet heel erg, maar. Uh, ik denk dat, dat het wel grappig kan zijn om <laughs> met de ouders te ontbijten. Mocht je nou denken, waren er maar meer wegen en wikkers? Neem een kijkje op onze Insta: spuiten en slikken. Voor nog meer dilemma's waar je je vrienden mee lastig kan vallen. En uh, dit was hem alweer voor deze week. Vergeet ons niet te volgen op de socials. En als je Ralf ook nog heel graag <laughs> in het echt wilt zien en niet alleen wilt horen, ga dan naar onze YouTube. Want daar is onze video te zien. Uh, Blablabla, dat ging helemaal verkeerd. Maar leuk dat jullie weer luisterden. En volg half, het balf de roer. Ja, wordt het nu een soort standaard ding? Sluit vooral in het DM van roos <middels>